De Consumentenkring Suriname heeft gisteren een workshop voor consumenten georganiseerd. Het thema van deze workshop was waarom een consumentenbeschermingswet. De consumenten mochten hun mening geven over de totstandkoming van deze wet die nog moet komen. Viola Heutgers, specialist in consumenten- en mededingingswetgeving, heeft de workshop geleid. Ze gaf aan dat consumenten recht hebben op een vrije keuze. Heutgers heeft de rechten van de consument gepresenteerd. En ze gaan zo stapelende kosten. En in die advertenties zag je een aanbieding 1300 SAD aanbieding. Je kon dus de winkel, dat is een stukje duurder. En dan kwam eigenlijk kosten bij, voorwaardkosten, installatie, 100 deeltjes. Dat is natuurlijk niet eerlijk, omdat als consument heb je recht op te weten wat kost een finaal product. En dat moeten ze jou als pakket kunnen vertellen. Of die kosten moeten van tevoren afgesproken zijn volgens artikel 1487. En is dat niet zo, zou je ze als koper niet moeten betalen. En hier wordt heel veel misbruik in Suriname meegemaakt. En daarover zou men als consumentenkring nog veel vaker berichtgeving over moeten doen. Dat je zoveel verrassende kosten opeens hebt. In het burgerlijk wetboek zijn er bepalingen opgenomen die de consumenten moeten beschermen. Deze rechten worden echter niet in acht genomen, zei Heutgers. Doordat de weg naar de rechter duur en ingewikkeld is, kan de consumentenbeschermingswet ervoor zorgen dat de consument gemakkelijk aan zijn rechten kan komen. Heutgers zei dat de bestaande wetten gehandhaafd moeten worden alvorens er nieuwe worden ontwikkeld. Ik heb de afgelopen weken heel veel cursussen verzorgd. Voor de privésector, publieke sector, met mensen uit bedrijfsleven, ondernemingsvereniging. En iedereen zegt handhaving. We hebben leuke wetten, maar met de handhaving ziet het er niet goed uit. Ja, ik zie alleen maar toestemming. En dat is een heel groot probleem helaas, dat klopt. Soms is er geen goede opleiding bij die mensen. Niet iedereen is even integer, zou ik kunnen zeggen. En gaat toch een beetje penningen accepteren. Dus dat is een heel groot probleem. Dus laten we daarmee beginnen dat we het bestaande leren kennen, handhaven en dan nieuwe wetgeving ontwikkelen. Omdat het wordt niet beter als er nieuwe wetten komen en niemand de bestaande wetgeving goed kent. Tot zover Viola Heutgers, specialist in consumenten- en mededingingswetgeving, tijdens de Consumentenkringworkshop met als thema waarom een consumentenbeschermingswet.